Goedemiddag lieve kijkertjes, we staan hier vandaag bij de nieuwe studio van Theatergroep Gas. Die jullie misschien wel kennen van grote voorstellingen zoals Vertel nog eens over de oorlog. Ze hebben een nieuwe locatie geopend en daar moet nog allemaal heel veel gebeuren. En wij gaan vandaag kijken hoe ze dat allemaal hebben gedaan. Ga je mee? Gas bestaat nu ongeveer al 5 jaar en nu hebben jullie besloten je eigen locatie te openen. Hoe is dat allemaal gelopen? Toen ik erbij kwam werd wel een beetje gezegd van nou, we zijn een soort van reizend gezelschap. We verplaatsen ons steeds van plek naar plek en dat kost vooral heel veel geld. En we hadden zoiets van ja, we willen eigenlijk gewoon een plek waar we dingen kunnen maken, waar we echt gras kunnen zijn. Dus waar we gewoon alles kunnen doen wat we graag willen doen. En toen zijn we een beetje gaan rondkijken en toen hadden ze iets van ja, eigenlijk is dat er nog niet in Nijmegen. Dus dat is eigenlijk jammer. Dus toen hadden ze iets, oké, laten we op zoek gaan naar een plek waar we dat kunnen gaan doen. In principe, de ruimte is groot. We hebben er straks techniek in en veel middelen. Dus iedereen is hier van harte welkom om gewoon te doen wat hij graag wil. En wij gaan het uiteraard gebruiken om hier onze voorstellingen te maken en ook te spelen. Ja, je zei al dat jullie via de Brabbel hier zijn gekomen, ja. Dus in het Honigcomplex, ja. Het cultureel centrum van Nijmegen. Heeft dat ook een beetje meegespeeld waarom jullie hier nu zitten? Ja, zeker. Je merkt dat als je hier zo het terrein rondloopt, dat er heel veel creatieve ondernemers zitten. Die net zoals wij het maar zijn gaan doen en roeien met de riemen die ze hebben. En je merkt daar, het is hier zo'n geweldige sfeer. Vanavond is de grand opening en dan gaan jullie de grote relatieshow spelen. Die hebben jullie al op festivals gespeeld. Wat kunnen we daar een beetje bij verwachten? Zoals de naam het al zegt, het is de grote relatieshow. Dus het gaat over alles wat je maar kunt bedenken bij relaties. En daarin staan 3 acteurs heel erg in het teken. We hebben een mannelijke acteur die getrouwd is, 2 kinderen heeft en nu zoiets heeft van ja, als ik de ballen had gehad, dan had ik het heel anders aangepakt. We hebben een vrouwelijke actrice die een vriend heeft die 17 jaar ouder is dan zijzelf. En ze hebben inmiddels al een tijdje een relatie en eigenlijk weten ze nog steeds niet zo goed hoe ze het nou willen doen. Maar ze houden wel heel erg veel van elkaar. En dan hebben we nog Nikki, onze artistiek leidster, die zelf ook meespeelt in het stuk. En zij is transgender en voor haar is het natuurlijk helemaal speciaal een relatie te hebben. Ze is inmiddels vandaag 27 jaar geworden en heeft nog nooit een relatie gehad, laat staan een date of iets. Dus daar gaat het een beetje over de grote verschillen die je kunt hebben binnen het gebied van relaties. Klinkt interessant. Jullie zijn natuurlijk een crowdfunding gestart. Hoe loopt dat en wat gaan jullie daar allemaal mee doen? Nou, we hadden in ieder geval wel wat financiële middelen, maar niet genoeg natuurlijk. Dus hulp voor anderen nodig. Dus we zijn een crowdfunding gestart. Die loopt redelijk. We zitten inmiddels op 22%. En we hebben gisteren te horen gekregen van de provincie Gelderland dat zij de laatste 30% van ons van onze crowdfunding gaan doneren, zeg maar. Dus dat is natuurlijk super goed nieuws, want dat betekent dat we in totaal maar 70% hoeven te halen en nu nog maar 50. Nou, vanavond spelen we hier dus die voorstelling en alle opbrengst van de kaartjes, de horeca en dergelijke gaat allemaal naar de crowdfunding toe. Dus het gaat heel goed en we zijn heel positief over dat we het wel gaan redden. Wil jij de crowdfunding van Theatergroep Gras ook steunen? Ga dan naar de website van Voor de Kunst via onderstaande link.